Het is zaterdag 6 juni. We zijn op het Grevelingenmeer en hier ontmoet ik Arnoud. Arnoud is erg enthousiast over het Grevelingenmeer. Hij vaart hier al een aantal jaren en wil ons daar ontzettend graag iets over vertellen. Nou, je zult wel merken hoe enthousiast hij is. Arnoud, jij bent een fan van het Grevelingenmeer. En jij hebt mij uitgenodigd om het Grevelingenmeer te gaan bekijken. Wat moeten wij weten van het Grevelingenmeer? Dat je een dag hebt zoals die vandaag was, Jaap. Je vaart heerlijk voor de wind. Je denkt dat je gewoon met vol tuig kan varen. En je komt bij een hoek. Je zit meer halve wind aan de wind. En het eerste rif gaat erin. En je vaart lekker een stukje door langs een paar eilandjes. En dan krijg je het grote brede stuk bij de Grevelingen. En voor je het weet vaar je met je tweede rif. Bats! Ja. Zout aan boord. Dat is de reden dat jij al gelijk een tweede rif erin had. Ik had meteen mijn tweede rif, want ik wist wat we gingen tegenkomen vandaag. En wat is het leuke van deze boten? Ze varen zo snel op de rondsnelheid. Ja. Dus ja, dat maakt niet zoveel uit. Alleen als het echt licht wordt, dan heb ik ze eruit. Ja. Zullen we eens kijken naar het rondje wat we gevaren hebben? Ja, laten we dat eens doen. Wij zijn dat eens aan. We gaan even met de trouw. Waar zijn we begonnen? Dat was hiervoor tussen Den Ossen en Brouwershaven. Daar kwamen we elkaar op het water tegen. En de wind was natuurlijk aardig geweest. We dachten, laten we eens rustig beginnen. Heerlijk langs Brouwershaven, dat mooie kanaaltje. Beetje voor het Laken. We hadden ook Fok de Loevert. Omdwars in de weg, Stampersplaat. Ik weet nog dat jij toen zei, wat zijn die eilanden groot. Dat zei je ook. Maar dat is meteen nog niet eens de grootste. Nee, ze zijn niet de grootste. Nee. Barstig van de eilandjes, komen we straks nog wel denk ik op terug. De begroeiing is ook heel verschillend. Hè? De begroeiing is heel verschillend. Er zijn er die zijn heel kaal. En andere zitten vol met bomen en bossen. Ja, ja. En wat het mooie is, die eilandjes die zijn eigenlijk verboden gebied. Dat zijn natuurgebieden. Er liggen wel vaak eilandjes waar je op mag komen, maar verder mag je het eiland niet op. Kortom, de Greveling is een combinatie van natuurbeheer en massatoerisme. Maar ook op die eilanden, zoals Stamperplaat en Dwars de Weg, zitten wel aanlandpunten. Je mag wel zijn op paar plekjes. Ja, daar zitten aanlandpunten, maar verder mag je het eiland eigenlijk niet op. Nou, hoe zijn we toen verder gevaren? Door dit smalle gultje. Door de gul van Bommeneden. En dan heerlijk was het. Dus een beetje aan de wind omhoog. Het was zoiets van, nou dat gaat prima met jouw eerste rif. Toen wilden we naar Archipel. Toen merkte hij al meteen het verschil tussen de Wadden en Grevelingen. Het was heel leuk om naar Archipel te gaan, maar het ligt vol met boten. Ja, dat is op de Wadden niet. Nee, niet waar ik kom. Nou, wat deden we toen? We gingen eromheen. Jij zag mij al lekker varen. Ja. Maar wat merkte jij? Ja. Er moest een rifje bij. Er moest een rifje bij, ja, want anders had ik maar vieren. Ja, en dat ging goed. Er staan zeker in dit stuk staan aardige golfjes. Ja, en ook een soort zuigende wind stond daar. Daar staat een zuigende wind en dat komt omdat dat hier altijd enorm zuigt. Ja, maar dan komt er in een soort fuik terecht. Je komt echt in een fuik terecht. En ik heb me daar vaak in vergist. In het begin voer ik hem wel eens lekker zo, vol tuig of met één rifje. En dan hier ging ik gewoon bijna plat. Ja. Nou, toen hebben we hier lekker wat gekruist. En nu liggen we rond 5 uur terug in Den Ossen. Den Ossen, ja. Ja. Ja, het is prachtig. Het was een prachtige dag. Ja, een hele prachtige mooie dag. En het was ook prachtig weer natuurlijk. Ja. Hè? We hadden alle mars van de wereld met het weer. En wat mij verbaast is dat nou dit meer is al zo lang afgesloten. En nog steeds is het zout. En dat blijft het. Ja, Grevelingen is uniek in Europa. Het is het grootste zoutwater binnenmeer van Europa. En hoe krijgt men het zout? Dat is doordat men... Ik weet niet of je er naartoe kan. Ja, we gaan daar naartoe. Hier bij Brouwersdam zitten inlaten. Een soort als bij de Oosterschelde. Ja. Nou, nee, want het is dicht. Het is onder de dam door. Onder de dam door. Dus met vloed laat men er water in. En met eb spuit men weer wat af. Maar men zorgt dat er altijd voldoende zout... binnenstroomt. En zo creëert men het grootste zoutwater binnenmeer van Europa. Oh. Met dus ook natuurgebieden, afgeschermde gebieden waar je ook als watersporter niet in mag. En het is, ik vind het een fantastisch gebied.
Maar, ik vertelde me dat vanmiddag. Maar ik dacht, dus, dan zullen ze wel bij die sluis bij Bruinisse water inlaten. En dan de andere kant uit of zoiets. Maar nee, het is gewoon van één kant uit. Van één kant. Ja, dat is een boeiend verhaal wat je nu vertelt. Want men wil op de Gevelingen weer een beetje getijden krijgen. Oh, nee. En dat wil men gaan doen door slim gebruik te maken van spuien aan beide kanten. Maar vooral bij Brouwersdam beter met eb het weg laten stromen en dan met vloed het er echt krachtiger in. Ja, ja. Men wil hier echt iets een klein meer, beetje getijden. Wat men bij het Haringvliet ook wil. Ja, klopt. Ja. En bij het IJsselmeer uiteindelijk ook op termijn. Ja. Ja. Maar komt er toch weer van terug. Klopt, ja. Nou, hey, bedankt. Jij bedankt, ik vond het een hele mooie dag. Ik vond het ook een hele mooie dag. Okay. Je hebt een mooi stukje Grevelingen laten zien en een mooi verhaal verteld.